Er wordt in Nederland veel gesnoept. Volgens medici en tandartsen veel te veel. In tal van warenhuizen wordt tegenwoordig veel oud-Hollands snoepgoed uit grootmoeders tijd verkocht. Ulevellen, haverstrooppitten, zwarte balletjes, pepermuntkussentjes, zure peren en hoe die zoete lekkernijen nog meer mogen heten. Miljoenen snoepjes die in fabrieken machinaal vervaardigd worden. De voornaamste grondstof is suiker. Op ondergeschikte punten komen er in de fabriek nog mensenhanden aan te pas. Zo zullen deze gekleurde stroken straks voor de streepjes in de pepermuntkussentjes zorgen. De taaie massa wordt nu tot een langgerekt lint getrokken, waaruit ook weer machinaal de bekende snoepjes worden gestanst. En zo vinden we ze terug in de stopflessen, samen met bijvoorbeeld kaneelstokjes, die in Amsterdam door een jonge suikerbakker volgens een heel oud procedé nog met de hand worden gemaakt. Hij voegt een geheime hoeveelheid kaneelolie toe aan de kokende brei van bruine suiker, stroop en witte suiker. En als de juiste temperatuur bereikt is, wordt het hete mengsel over een stalen plaat uitgegoten. 21 jaar is deze Jaap van Levering, die zelf nog nooit een kaneelstok heeft gegeten. Als de hete plak zo ver is afgekoeld dat hij hem kan aanraken, vouwt Jaap hem op en slaat hem aan de haak. Door het slaan ontstaan luchtbelletjes in de kaneel, waardoor deze bros wordt. Van de strengen worden vervolgens lange stokken getrokken, zoals dat in de fabriek machinaal gebeurt. In het 17e eeuwse pakhuis waar Jaap van Leverik zijn bedrijfje uitoefent, wordt hij nu en dan geholpen door een buurvrouw als het erom gaat de dagproductie van zo'n 140 kilo op tijd naar de klanten te krijgen. De jonge suikerbakker heeft overigens weinig geheimen, want, zegt hij, iedereen die hier wil komen kijken is van harte welkom op de Kramboomsloot.